Wij gaan het eerst hebben over de miljoenennota. Die zou dus morgen openbaar worden gemaakt, maar dat is vandaag al gebeurd. We praten over de inhoud met Emiel Roemer, die is fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. En Pieter van Ost, die is politiek analist en redacteur van NRC Handelsblad. Maar we hebben hem uitgenodigd om dit seizoen enige maanden hier toelichtingen te komen geven over de laatste politieke ontwikkelingen. Bram Talman, jij zit nu achter je computer. Jij zat vandaag op het werk. Je werkt? Op het werk, ja, correct. Ja. Wat doe je van werk? Ik zit in de zakelijke dienstverlening. Juist, dus je zat je te vervelen dat je een beetje op die computer aan het spelen was, of niet? Correct, ik was bezig met databases en ik had het helemaal gehad. Waar sommige mensen een flashspelletje gaan spelen of wat dan ook, ging ik op zoek naar informatie. Leuk. Ja, je bent niet gebeld door een politieke partij die zei van, zeg Bram, kijk eens op die of die site en probeer dat of dat eens? Nee, helemaal niks met een politieke partij, puur lust naar informatie, naar wat op dit moment de politieke actualiteit is. En ja, goed, vandaag een stapje verder. Juist. Kun je laten zien, want we kunnen even meekijken op jouw scherm, wat je eigenlijk, terwijl je daar aan het vervelen was, op je werk aan het doen was. Hoe ziet dat eruit? Ja, je tikt willekeurige zoektermen in, je zoekt wat rond en op een gegeven moment tik je in, wat hadden wij daar? Prinsjesdag 2010, miljoenennota. Ja. En dan zien wij hieronder dat vorig jaar dus al een website bestond over de miljoenennota. Het zal waarschijnlijk een PDF-bestand zijn, dus dat tikken wij er ook achterin. En dan zie je hier bovenaan de website voor de miljoenennota van vorig jaar. Je kopieert de link. Je plakt de link en het spijt me, het is echt zo kinderlijk eenvoudig. Je verwijdert de 0, je vervangt hem door de 1. En zie daar de miljoenennota. Ja. En het meest erge vind ik eigenlijk nog, dit heb ik vanmiddag gedaan. Alle media die me hebben benaderd hebben ook naar buiten gebracht hoe ik dit heb gedaan. Waarom kan ik dit nog steeds doen? Ja, waarom nou ja, kunnen wij dit nu in dit tv-programma vertonen? Ja. Omdat het geheim er nu wel af is, denk ik. Denk je het niet? Geheim is er wel af, maar op deze manier zie je nog een keer hoe de overheid in de fout gaat. Je wilt toch niet dat deze flater nog een keer live... Dat wil jij volgens mij heel graag. Vrijwel dagelijks. Ja. Wat heb je daarna gedaan? Want kijk, ik kan me voorstellen dat je dat ziet en dat je misschien nog tegen je collega's daar zegt, nou moet je nou eens kijken. Maar je hebt dus meteen de pers gebeld. Nee, de pers heeft mij gebeld. Hoe kwam dat dan? Hoe kwamen ze erachter? Ik ben redelijk actief op sociale media. Daar heb ik kennis in. Ja, de muziekwereld, journalistiek. Gewoon losse vrienden die je ontmoet die je één keer zal zien of nooit ziet. En ja, dan gooi je erop miljoenennota openbaar, die hashtags. En dan krijg je de vraag van ja, leuk en aardig, dat kan iedereen roepen. Kom maar op. Dus dan maak je een screenshot van de inhoudsopgave en dat zet je dan online. Ja. Ja, en mensen willen meer. En dan ga je toch twijfelen van, ja goed, wat gaat er gebeuren? Ik kan dit nu wel online zetten, maar wat dan? Dan belt de FVD over 10 minuten aan. Meneer, wilt u even meekomen? Wat gebeurt er dan in de fractiekamer van de SP bijvoorbeeld, meneer Roemer? Op het moment dat je dan hoort van, zegt, er schijnt een of andere nerd die miljoenennota openbaar te maken. Die pakken hun vaste telefoon en dan vragen dan. Ja, zo ongeveer. Nee, ja, het gekke huis. Kijk, wel natuurlijk, net zoals iedereen, zoals alle journalisten en waarschijnlijk alle partijen, waren we klaar om morgen om 2 uur de boel te krijgen. Met z'n allen als idioten gaan zitten lezen, samenvattingen te gaan maken. En in één keer is het van, hij is al online. Dus ja, in no time is hij naar alle Kamerleden en medewerkers gestuurd. En laat me vallen waar hij mee bezig was, lezen nu. Ja, een beetje een afgang toch voor het ministerie van Financiën. Die had beloofd dat het een volledige afgang wordt. Dus ja, natuurlijk is een grote flater dit. Ja. Ik vind het overigens niet erg. Kijk, nou, maar dat is ook logisch. Nee, kijk, in onze situatie is het natuurlijk minder erg. Je kunt erop rekenen dat een kabinet natuurlijk morgen een heel draaiboek klaar heeft hoe ze dit gaan presenteren met mooie verhalen eromheen. En misschien ook nog wel met allerlei andere plannetjes om het eigenlijk zo te presenteren zoals zij dat graag willen. Ja, dat valt helemaal in duigen, want nu ligt het op straat, journalisten lezen het, die halen er meteen dingen uit. Dus ze zijn de regie volledig kwijt. En eigenlijk kun je zeggen, nu ligt er gewoon heel eerlijk, open en bloot de miljoenennota op tafel en iedereen haalt eruit wat hij belangrijk vindt. Ja. Eer wie eer toekomt overigens, we hebben aan Bram gevraagd of de troonrede misschien ook nog op te halen is ergens. Dat is hem tot op heden niet gelukt. Mocht tijdens deze uitzending. Goed, Pieter van Os. Het is ook een beetje een vader voor ons, hè? Een Tsjernaai, zou ik maar zeggen. Ja.
journalist zijn misschien de laatste om er iets over te zeggen, maar het valt me op dat het nog nauwelijks gezegd is en dat het zo ergens van de overheid. Maar wij beginnen dus direct aan de andere kant. We beginnen allemaal mensen te bellen op ministeries. Ik bedoel, er wordt hard gewerkt. Dat we alleen gewoon eventjes gaan googlen. Ja. Dat is kennelijk niet in ons opgekomen. Ik zelf ook niet. Frits Wester weer zijn traditionele stunt uithaalde en vanmiddag ook wilde uithalen. Hij had het al aangekondigd. Ja. Ik ga eruit voorlezen. Ja. Dus hij heeft het waarschijnlijk via de conventionele en dan meteen op Twitter. Meteen op Twitter allemaal mensen. Hé, hey Frits, hij is al lang. Genoeg over de vorm. Ja. Laten we even over de inhoud gaan praten. Pieter, jij hebt, jij bent een van de journalisten geweest. Die is gaan lezen vanmiddag. En wat valt je op als je hem zo leest? Wat is het? Koers vast in onzekere tijden. Ja, dat is een goede titel. Nou, die titels, dat is altijd natuurlijk een beetje zo. Die drukken vaak een wens uit. En kennelijk is nu de wens koers vast. Ja, en dat is natuurlijk niet zo. Natuurlijk zeg ik erbij, omdat het is niet specifiek voor dit kabinet dat het niet koersvast is. Alleen, in dit, het valt mij op dat je direct bij de eerste pagina zie je eigenlijk een spanning in het document zitten. De eerste pagina is een soort introductie, een soort toelichting op wat komen gaat. Grappig genoeg slaan ze die over, ze hebben dus geen voorwoord. Normaal heb je voorwoord, ook het kabinet waar het PvdA aan meedeed, was dat saamhorigheid soms nog even in. En het woord als duurzaamheid kwam veel voor, het komt niet één keer voor. In deze. Maar goed, dat zijn politieke duidingen. Wat mij erg opvalt, is dat je direct zie je in het begin dat er een spanning bestaat tussen. Is het zo dat als het buitenland, als Azië opkomt, als Azië rijker wordt, dat dat ten koste gaat van ons? Dat is eigenlijk een machtskwestie, is een politieke kijk op de wereld. Politiek gezien is dat ook zo. Mm-hmm. Of is het economisch zo dat als zij groeien, dat dat ook goed voor ons is? En dit kabinet maakt daar geen keuze. Dat loopt ook door elkaar al direct bij de eerste paar pagina's met een grafiekje. Dat zal ik jullie allemaal niet uitleggen. Maar dat kan iedereen terugzien op het internet. Staat, ja. Maar kun je zeggen dat er daarvoor gekozen is om bij de introductie van de miljoenennota een internationaal perspectief te laten zien? Ja, dat kan je rustig zeggen. Dat is helemaal waar. En dan is natuurlijk ook opvallend dat ook al staat de wereld in brand, om het zo te noemen, dat het bij Nederland helemaal niet zo heel slecht gaat. En daar hebben ze ook gewoon gelijk in. En bijvoorbeeld, het rare is zelfs juist omdat het slecht gaat in de wereld, de eurocrisis, kan Nederland bijvoorbeeld heel goedkoop geld lenen. Het is niet heel ingewikkeld. We hebben een hoge kredietwaardigheid, zoals het heet. Ja, dat is ingewikkeld gezegd. Maar we kunnen gewoon goedkoop geld lenen. En we hebben een lage werkloosheid, meneer Roemer. We hebben een hele lage werkloosheid. Nou, je zult het maar net overkomen. Ja, natuurlijk. Zoals het altijd half nee, ja, precies. Het is met wie je het vergelijkt. Maar we zitten wat dat betreft Europees gezien zeker aan de goede kant. 21% in Spanje en 24% in Nederland. Zeker. Als je die vergelijking maakt, zitten we absoluut aan de goede kant. Ja. Het gaat wel naar beneden. En dat is wel een tendens die zich doorzet. En hoe harder wij nu fors in gaan grijpen en gaan bezuinigen, hoe erger dat gaat worden. En dat is iets waar ik me wel heel veel zorgen over maak. Want dit kabinet, ze zeggen koersvast. Nou ja, ze zijn koersvast op wat ze van tevoren gezegd hebben vorig jaar bij de regeringsverklaring. We willen 18 miljard gaan bezuinigen en we gaan er stevige mes in zetten. Ja, dat doen ze inderdaad. Ja. En heel veel mensen die gaan dat het komende jaar heel erg hard voelen in hun portemonnee, in hun omgeving. -1. Ja, dat is het gemiddelde. Koopkracht -1. Eigenlijk vrijwel voor alle Nederlanders. Dus alle verhalen die u wel vaak vertelt. Namelijk dat er een tweedeling in de samenleving is. Van de rijken en de armen, dat het allemaal erger wordt. Ja, dat is dus echt waar. -1 voor iedereen. Dit is dus echt waar, Paul. Het mooie is, dat zeggen ze ook in het onderwijs en overal. Het gemiddelde kind en zo. Het gemiddelde bestaat niet. Het gemiddelde bestaat niet. Gemiddeld betekent dat er sommigen wat meer en sommigen wat minder is. Wat je ziet, je zult in dit land dadelijk maar, of nu, afhankelijk zijn van echt zorg, dat je chronisch ziek bent. Dan krijg je de ene maatregel op de andere. Je zult maar inderdaad met een laag inkomen en met kinderen in een huurhuis zitten. Dan krijg je de ene maatregel op de andere. Alleenstaande met kinderen gaan er 0,5% op achteruit. Er gaan er heel veel mensen hard op achteruit. Maar 0,5%, hè? Ja, maar wat er niet bij staat, is dat we heel veel mensen een stapeling krijgen, wat er steeds gezegd wordt. Dat is de ene maatregel op de andere. En gemiddeld gezien kan het dan misschien voor sommige mensen beter uitpakken. Maar zo werkt dat. Zullen we even kijken naar de fractievoorzitter van het CDA, meneer Haarsman Buma, die ook gelezen had wat er stond en tot zijn tevredenheid constateerde, en dat zou u dan ook moeten zijn, dat er sprake is van een zekere nivellering. Voor het CDA is ook belangrijk dat die lasten eerlijk verdeeld worden. Want dat het voor de Nederlanders de komende jaren niet zo mooi is als de afgelopen jaren, ja, dat staat wel vast. Ja, het nivelleren. Pieter ook even. Ja. We zien hier zelfs in Elsevier, Rutte kiest linkse koers. Ja, rechts, bij rechts wordt gemoord. Het is natuurlijk, ik vraag me ook af, meneer Roemer, het is natuurlijk ook gek voor u, kan me voorstellen, dat als je dit leest, deze miljoenennota,
dan is dat natuurlijk een rechtse miljoenennota. Absoluut. Maar, nou, ja, maar de scherpe kantjes zijn er toch een beetje af. Vergeleken met het regeerakkoord, vergeleken met de regeringsverklaring. En ik kan me voorstellen dat, ja, daar moet u natuurlijk ook een houding toe vinden. Hè? Kijk, iedere maatregel die een verbetering is, dat is prima. Hartstikke mooi. Maar als je aan de ene kant mensen een tientje teruggeeft, terwijl je ze aan de andere kant 100 euro pakt, natuurlijk moet dan blij zijn met dat tientje, want het had nog erger kunnen. Maar dan ga je gewoon kijken van wat gaat het voor mensen betekenen. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de toegankelijkheid in de zorg. De zorgpremie gaat flink omhoog. Vooral de zorgtoeslag gaat omlaag. Maar die wordt dus inkomensafhankelijk. Dat is een van de dingen die ik toejuich. Alleen het stelt niet zo heel erg veel voor. Het moet veel meer. Het maar zou dat scherper krijg ik toe. Ja, absoluut. Ja. Wij zijn er altijd voor geweest om een echt volledig inkomensafhankelijke zorgpremie te maken. Dus dat viel mee. Dat is het verrassende. Ja, maar dat is zo weinig. Dat is natuurlijk heel slim dat ze dat doen. Maar als je ziet dat het zorgpakket minder wordt, dat die premie dus omhoog gaat en de zorgtoeslag naar beneden, dat er heel veel eigen bijdragen zijn die omhoog gegaan zijn, dan weet je nu al dat het voor heel wat mensen moeilijker wordt om de toegang naar de zorg te krijgen, omdat het gewoon onbetaalbaar gaat worden. Heel veel mensen zijn ook niet in staat om een aanvullende verzekering te betalen. Dit gaat alleen maar van kwaad tot erger en ze kondigen nu al aan dat het komende jaren alleen maar erger wordt. Maar meneer Robert, dat is toch allemaal verwerkt in die cijfers die uiteindelijk onder de streep zeggen min 1. En nee, hoe erg is het als je inkomen min 1 is? Ik heb me laten vertellen, dan kom je op een gemiddelde van 2008. Als je ziet dat degenen die het laagste inkomens hebben gewoon het hardste gepakt worden, dan vind ik dat weinig nivellerend. Mensen met een uitkering, gepensioneerden, dat zijn degenen die de hardste klappen krijgen. En dat al voor het derde jaar op rij. Je moet eens proberen voor 8 tientjes in de week met je gezin rond te komen. En daar moet dat dan nog van af. Dat kan gewoon niet. Maar uit de koopkrachtplaatje blijkt juist dat de laagst betaalden het meest worden gespaard. Ja, daar heeft deze regering een miljard extra voor uitgetrokken om dat soort zaken recht te trekken. Absoluut. En ik ben blij met elk miljard die ze daaraan besteden. Maar het gaat over het totaalplaatje. En als je ziet wat die mensen op hun bordje krijgen, dan zie je dat het van kwaad tot erger gaat. Om een ander voorbeeld te noemen waar de toegankelijkheid helemaal weggaat. Dat is bij justitie. Je zult maar ontslagen worden, je gelijk niet krijgen, naar de rechter willen. Je kunt het gewoon niet meer betalen. Omdat je, behalve als je 100% zeker weet, en dan weet je bij de rechter nooit, dat je gelijk krijgt. Ja, we hebben die protesten dus gezien gisteren op het nieuws. Ja, dus, ze doen er niks mee, want sterker nog, die maatregelen zelfs naar voren gehaald naar juli 2011. Ja. Dus het is een, ik vorig jaar al zei bij de regeringsverklaring, dit kabinet splijt Nederland in tweeën. En dat baart mij ernstig zorgen. Ja, maar dat zei je vorig jaar. Ja. Ja. Dit is een bewijs. Maar nu valt het iets mee. Dat wil u niet zeggen. Nee, maar dat is ook niet zo. Dus het is erger dan dat vorig jaar is aangekondigd? Nou, het is in ieder geval vergelijkbaar met wat ze aangekondigd hebben. En het waren veel beter geweest als ze in de gaten kregen dat de klappen nu zo hard zijn dat ze een veel eerlijkere en socialere verdeling hadden gemaakt. En dat gebeurt gewoon niet. Nou, misschien komt het omdat ik natuurlijk in Den Haag rondloop en dus die discussies veel hoor. Soms iets te vaak. En dan herken je dus ook erg de argumenten die gebruikt worden. Ook deze. En daarom vraag ik me af, is het niet veel interessanter voor u nu om niet te zeggen, het is heel erg en dat te bewijzen, maar laten zien, u wil gewoon een heel ander soort samenleving met een hele andere inkomensverdeling. Dat is toch een veel, laten we gewoon toegeven, zij willen helemaal niet zoveel anders dan we nu hebben. Het is een vrij conservatief kabinet. Dat is natuurlijk helemaal waar wat je zegt. Ik wil inderdaad een samenleving waarvan wij heel veel waarde hechten aan de publieke sector en wat van ons allemaal is. Ik vind het heel belangrijk dat mensen ongeacht het inkomen de zorg moeten kunnen krijgen die ze nodig hebben. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen die zorg nodig hebben in een klas terechtkomen waar ze ook daadwerkelijk geholpen worden. Dus dit is niet allemaal zo vreselijk wat voor wordt gesteld, maar gewoon de huidige Nederlandse samenleving deugt niet in de Daarom zei ik net dat dit een bevestiging is van het beleid dat ze vorig jaar hebben aangekondigd. Ja. En een kabinet ervoor, een kabinet daarvoor? Nee, er zit een heel groot verschil. Laat ik dan iets opnemen ten opzichte van het kabinet daarvoor. Daar houdt natuurlijk ook de nodige kanttekeningen bij. Maar dit gaat veel verder. Hier breken ze echt de hele publieke sector echt tot op het bot af. Ze maken echt een tweedeling in de zorg, in het onderwijs en de justitie. En dat vind ik een hele kwalijke zaak en het wordt alleen maar van kwaad tot erg. Onze trouwe kijkers vragen zich misschien af wat er met Diederik Samson aan de hand is. Ja. Dat moeten we even toelichten. Diederik Samson zou hier heel graag over meepraten, maar er is een afspraak gemaakt in de Tweede Kamer dat er nog niet wordt gedebatteerd tussen de politieke partijen voordat dat in de Tweede Kamer zelf is gebeurd. Niettemin willen wij even aandacht aan de troonrede vast besteden. En dat doen we omdat we, daar komt het grote woord. Vind je dat ik het moet zeggen? Ik heb het niet. Crowdsourcing? Crowdsourcing, we doen het. Crowdsourcing. Laten we even luisteren naar Bart Chabot. Oh, we hebben geen aankondiging van Bart Chabot. Ja. We hebben crowdsourcing, daar hebben we aan gedaan. Mensen hebben plannen verzameld voor de troonrede. Dus mensen thuis die konden op onze
website konden ze ideeën kwijt waarvan zij vonden, positieve ideeën, dat die moesten worden opgenomen in de trail. Zullen we er een paar doornemen? Want het aardige is, mensen geven dat aan en u kunt, als u daar mee wilt doen met dat crowdsourcen, zeggen, nou, dat idee van... We hebben er hele goede ervaring mee. We hebben met SP dat ook gedaan op het gebied van de zorg en mensen gevraagd om ideeën hoe de zorg te verbeteren. En we hebben meer dan 1000 zeer bruikbare suggesties gekregen. Luister naar deze. Het verschil tussen arm en rijk mag niet groter worden dan een x-percentage en dat moet worden vastgelegd in de grondwet. Wat vindt u daarvan, meneer Roemer? Nou, dit klinkt natuurlijk wel heel erg goed, want we hebben gezien dat van de afgelopen jaren... Wat is het percentage? Ik heb geen flauw idee. Heeft daar geen idee over? Dit gaat over uw idealen zo'n beetje. Ja, kijk, we hebben heel lang gezegd van die moeten... Je kunt moeilijk in... Tinbergen had ooit een hele mooie en die is nog steeds... Die denken we ouderwets, heel lang geleden, maar die is nog steeds geldig. Vijf jaar? Als je goed kijkt, het laagste inkomen mag niet lager zijn dan een tiende van het hoogste inkomen. Dat is dus het maximum verschil, dus het allerhoogste inkomen wat wij in dit land betalen, mag niet meer dan 10 keer zoveel zijn als het laagste. Daar zijn we een tijdje uit weggedreven, maar als je kijkt... Dan zouden we vandaag voor kunnen tekenen. Het minimumloon en de balken en de norm verhouden zich als 1 staat tot 10. Dus laten we het daar nou tussen houden. Moet je me een beetje omschrijven, maar ik weet ook niet of je het in de grondwet moet leggen, maar het zou een geweldig uitgangspunt zijn voor een samenleving waar we dingen meer met elkaar doen. Je hoort het ook heel veel bij mensen op straat. Ik was vandaag bij de 50-plus-buurs in Utrecht, dat mensen op een gegeven moment zeggen van... dat gegraai in die top, daar hebben we het echt helemaal mee gehad. Dat komt omdat die 50-plussers, die hebben A, niks te doen. Daarom lopen ze daar rond. En B, is dat zo'n beetje de rijkste generatie. Oh? Ja. Ik weet niet hoe het bij jullie zit dan, maar ik heb daarna toch een heleboel gesproken waar het toch echt heel anders is. Want u weet ook dat op die 50-plus-beurs, dan gaat het over vakantiehuizen in Frankrijk, gaat het over reisjes naar Curaçao, dat gaat over heel... Ga je nou een beetje ouwelijk doen? Door je bril op te zetten? Ik wou nog een idee voordragen dat er is gekomen. Na afloop van de echte troonrede leest prinses Maxima de droomrede voor. En daarin wordt alleen vermeld wat er wel werkt en wel goed is aan Nederland. Wat daarvan te denken? Ja, ik vind het wel heel leuk bedacht. Een droomrede geeft ze eigenlijk aan van... ik droom eigenlijk van een betere samenleving. Dus wat er al wel goed is. Dat gebeurt best veel in een troonrede. Daarom is je soms ook heel saai. Dat is, kijk, die mensen hebben ook geprobeerd met een goed nieuwskrant. Die is er ook ooit geweest. Nou, die kocht helemaal niemand. Nee, maar er is wel eens een serieus voorstel geweest... omdat dat ding ook elke keer lekt, die miljoenennota... om de koningin, ook gewoon allemaal maar inderdaad op vrijdag of donderdag zelfs te publiceren. En de koningin gewoon te vragen om een wat los van al die maatregelen, want die kennen we dan allemaal al lang, een visionair stuk te maken. Ja. Beetje à la de kersttoespraak, maar dan is het altijd wel heel moraliserend. Dus dat mag een tikje anders. Je zou ook Maxima kunnen vragen. Maar deze helemaal niet tegen. Deze droom. Vind je het een goed idee? Ik vind het een goed idee. Ik ben altijd van de positieve dingen, inderdaad. Van wat gaat er wel goed? Daar kan ik niet zo zeggen. In Amerika bleek tijdens de O.J. Simpson trial... dat mensen genoeg hadden van televisie over die rechtszaak. In alle enquêtes bleek, er worden spuugzat van. Toen dacht één 24-uurs kabeltelevisiezender... Oké, we doen het niet meer. En helemaal niemand keek meer. Iedereen zette direct naar die andere zenders. Dus mensen zeggen ook vaak dat ze iets anders willen dan ze echt willen. Ik denk niet dat mensen gezin hebben in een droomrede. Mensen willen weten hoe het echt staat met een land. Maar echt staat met het land, dan kun je toch zeggen dat Nederland op heel veel punten... of het nou gaat over onderwijs, gezondheidszorg, werkloosheid of wat dan ook... in de top 10 van de wereld staat. Absoluut. Wij zijn een van de rijkste landen ter wereld. Het is bijna nergens beter in een land ter wereld dan hier in Nederland. Nee, helemaal eens. En dat zei je ook in het begin. En dat zit ook wel in deze miljoenennota. Dus dat is prima. Maar een droomrede suggereert natuurlijk... en wat jij ook zegt, een visionaire toespraak van de koningin... waar wel wat in zit natuurlijk. Hè? Over die miljoenennota en dat het zo'n goed land is... dat is allemaal waar. Maar ik heb wel een beetje een déjà vu met 2008... en toen zaten wij in het kabinet. En toen hadden we een miljoenennota gemaakt... en één dag voor Prinsjesdag viel Lehman Brothers. Ja. Toen dachten ze, een bankje, ver weg. En we weten wat dat heeft veroorzaakt. Ja. Nu zitten we in hetzelfde scenario... met een Europese crisis die nog over ons heen kan rollen als we het niet goed aanpakken. Ja. Ik maak me zorgen, net als Emiel Roemer, over al die maatregelen die stapelen aan de onderkant. Maar ik maak me nog veel grotere zorgen over het gebrek aan stuurmanskunst van niet alleen ons kabinet, maar helaas ook die van 16 andere eurolanden, om ons door deze crisis te loodsen. Dat is het grote onderwerp. Weet je wat je dus nu hebt? Nu dan proberen wij positieve dingen te zeggen. We proberen Maxima en dan kom jij weer met... eerlijk zijn over de zorgen die wij hebben. En dames en heren, goede ideeën, positieve ideeën kunt u kwijt op de website www.pauwenwitteland.nl.